Vandaag gaan we de gedraaide of verdraaide averechtse steek doen op de breiring. In het Engels wordt deze dan de twisted purl stitch genoemd, of je kunt hem ook terugvinden als purling through the back loop. Je zult waarschijnlijk niet zo heel veel deze steek zijn tegengekomen. Ik denk dat dat ook komt omdat het niet echt super eenvoudig is om hem te breien als je hem vergelijkt met de e-wrap. Nu gebruikt men heel vaak de e-wrap en dan als je hem als ribbelsteek gaat doen in combinatie met de averechtse steek. De averechtse steek die komt over het algemeen overeen met de true knit en dan krijg je hem dus wat strakker breisel. Ga je nou de e-wrap in combinatie gebruiken met de averechtse e-wrap, ik denk dat ik hem ook mag omdopen tot pearly wrap, dan krijg je een veel rekbaarder breisel en dat kun je soms wel eens nodig hebben. Ook steek er dan gewoon een stuk gelijkmatiger uit. Ik heb wat onderzoek gedaan en er is ook niet zo heel veel over terug te vinden, ook niet bij het gewone naaldenbreien. Een pearly wrap, die brei je als volgt. Vanaf rechts naar links, dus vanaf hier naar de linkerkant toe, brei je hem met de klok mee. Vanaf links naar rechts doe je hem tegen de klok in. Ik ga je nu een paar manieren laten zien die ik op internet heb gevonden. Je doet net alsof je een averechtse steek maakt. Je haalt de draad er doorheen. Een mooi foefje zou ook kunnen zijn om het te onthouden. Stel je gaat hier de e-wrap in, dan doe je hem dus met de klok mee. De pearly wrap doe je dan tegen de klok in. Je haalt nu de steek eraf. Nou, wat ik net al zei, we gaan tegen de klok in. Dus dan draai je je steek en je zet hem terug op de loom. Je haalt je naald door de steek op de loom. Je haalt de draad er doorheen. Je haalt de steek eraf. Van de haak, je draait hem tegen de klok in en je zet hem op de loom. Dat kun je natuurlijk ook doen op een tweede manier. Dan zeg je, ik haal de steek eraf, net zoals bij de averechtse. Ik draai mijn haak tegen de klok in en ik zet de steek erop. Wederom, je doet de averechtse steek, je haalt hem eraf, je draait je haak tegen de klok in en je zet je steek erop. Ik heb onderwijl een maniertje gevonden dat ik denk van nou volgens mij gaat dat nog sneller. Ik haal de draad er op de averechtse manier overheen. Ik plaats mijn draad rechts langs de pek in dit geval, omdat ik van links naar rechts aan het breien ben. En ik zet de steek op de pek, maar vanaf de zijkant. Ik zal het nog een keer voordoen. Dus je haalt de draad er doorheen als zijnde een averechtse steek. En je zet hem er zo op. En dan zijn we inmiddels bij de laatste steek van dit lapje. En zoals je ziet, van links naar rechts gaat bij mij al wat lastiger. Maar nu gaan we van rechts naar links. Dus dan doen we hem met de klok mee. Want kijk, als je nou de
e-rap zou doen, om even dat foefje dan naar voren te brengen, dan ga je dus tegen de klok in. Dus dan doe je hier pearly rap met de klok mee. We gaan eerst die manier doen met de vingers. Ook met de klok meedraaien, je zet de draad erop, je trekt de draad rustig aan. Je breidt een averechtse steek. Je haalt hem ervan af. Je pakt je lus, je draait met de klok mee en je trekt hem rustig aan. Idem dito natuurlijk met de naald. Je maakt een averechtse steek. Je draait hem met de klok mee en je zet hem erop. Averechtse steek. Oh. Je pakt hem weer op en je ziet dat hij goed nog normaal is. Dus we draaien hem weer met de klok mee. Nu ga ik het een beetje op mijn manier laten zien. Want ik heb tussentijd. We draaien dus met de klok mee. Dus dan ga je naar de linkerkant van de pek. Dan kun je dus je draad een beetje gebruiken als zijnde hefboompje. Dus je kan hem er al veel makkelijker op zetten. Dus voor mij breidt het van rechts naar links makkelijker. Het zal voorkomen dat het bij een ander dus juist van links naar rechts is. Dit is van belang om weer te onthouden voor als je straks de ribbelsteek zou gaan doen met deze twee steken. Dus ik breid de averechtse steek, ik haal hem eraf. Ik zet hem er even een klein beetje naast en ik wip hem eroverheen. Ik breid de averechtse steek, ik wip hem eraf. En gebruik mijn draad eigenlijk als een klein hefboompje om dus die pearly wrap te breien. Ik hoop dat ik je hiermee een klein beetje op weg kan helpen om de pearly wrap te breien. Kijk gewoon wat voor jou het meest handige is. De ene zegt gewoon van ik doe het liefst met mijn vingers de draad draaien. De ander zegt nou ik ben meer met de haak, dus ik doe het met de haak. En de ander zegt van hé, maar dat maniertje is ook een handig maniertje. En dat laat ik gewoon helemaal lekker aan jullie over, want je moet gewoon breien op de manier waarop je zelf het lekkerst breidt. Dit was een uitleg over de pearly wrap. Ik wens je weer heel veel plezier.